Vorige keer hebben jullie kunnen zien hoe we het frame gemaakt hebben en de stuurinrichting. En vandaag gaan we de aandrijving maken met een boormachine. Dit is bijna de laatste stap en dat is natuurlijk niet voor niks. Want wij hebben de luxe dat we twee boormachines hebben, maar dat hebben jullie waarschijnlijk niet. Dus ik zou de boormachine pas als laatste aan je skelter bevestigen. Ik heb hier een plankje en een balkje en dat wordt de steun waarop onze aandrijving komt te zitten. Altijd opletten dat je niet te lange schroeven pakt en die dan in je band schroeft. Zo. Heel sterk. Zo. En om die boormachine dan vast te maken, pakken we tie-rips van die grote. Even kijken, dan denk ik dat ik hier een tie-rip overheen zet. Hier. En dan hier. En dan hier nog eentje om hem mee aan te trekken. Ik heb hem even overgetekend, want dan ga ik wat gaten boren. En dan kunnen daar een tie-rips erheen. Zo. Nou, daar komt onze aandrijving. Daar had ik die gedacht. Je ziet al, deze tie-rip die is bijvoorbeeld niet lang genoeg. Maar die kunnen we natuurlijk gewoon eenvoudig verlengen door daar een andere tie-rip aan vast te doen. Zo. Maar om te voorkomen dat die gaat slippen, doen we hier ook een tie-rip aan. Ik zie dat we natuurlijk nog een paar tie-rips nodig hebben. Dat is vast een goede tip. Ik gebruik altijd genoeg tie-rips natuurlijk. Ik hou van tie-rips. Mooi! Zo, de aandrijving zit erop. Dan gaan we de volgende keer verder met de gas en de stoel. En de testrit uiteraard. Top!